Madame la CEO, Meneer de Voorzitter, Mr. CFO, and a few weeks ago still CEO, a few months. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Belgacom qui fête le 10e anniversaire de sa cotation à une époque, en 2004, où la bulle TMT avait éclaté, que personne au monde n'imaginait qu'une société télécom pouvait même songer à la bourse. En toch heeft Belgacom die stap gezet. Die stap was heel belangrijk, want Belgacom is in 2004 de grootste beursintroductie van de wereld geweest en is dat 3 jaar aan een stuk gebleven. Dus dat was een huzarenstukje. En dat heeft ook veel bijgebracht trouwens voor de Brusselse beurs. Waarom? We waren toen al 4 jaar binnen Euronext. Maar als je dan opeens de grootste beursintroductie van de wereld krijgt, dan is dat uiteindelijk ook heel positief geweest voor alle Belgische aandelen, want dat heeft Brussel leren ontdekken. De internationale, we hebben vanaf dat moment ook het niveau van de internationale investeerders in alle Belgische aandelen geweldig zien stijgen. Donc ce fut vraiment un événement extrêmement important. Autre événement important, c'est que enfin, le Belvinte a un CEO ou une CEO féminine. Dominique, félicitations, tu écris déjà l'histoire. Ceci dit, elle a probablement besoin du soutien d'un homme pour ouvrir les marchés. Préparez-vous parce que nous avons 5, 4, 3, 2, 1. You did it 10 years ago. Yeah, huh? Yeah. Very good, nice.